En die man beefde. Hij zei, ja, hij heeft iets gedaan en het mag niet. En ik zei, guys, wacht. Ik ben letterlijk net wakker. Vandaag is zondag en ik kom van de kerk. Dus eerder ben ik naar de kerk gegaan en ik heb geslapen. Guys, I don't know, maar het is gewoon voor me gebleven vanaf ik klein ben dat ik naar de kerk keo ben en ga slapen. Dus ik heb geslapen en ik dacht, deze comment heeft gemaakt dat ik deze video maak. Want de persoon vroeg natuurlijk, doe een Q&A. Dus, ik heb mijn popcorn, mijn favorite snack, letterlijk mijn favorite. Ik openmaken. Guys, ik heb niet eens een nette bol, maar ik ga eentje kopen speciaal voor onze Q&A's en storytimes. Ik heb een nette bol. Ik ben echt een pro in het bakken van popcorn en daar niet van. Het is wel microwave, maar ja. We hebben die bruintjes niet. Het is gebakken. Dus ik heb mijn popcorn en ik heb water. Guys, je raadt het niet in mijn glas. Maar ik heb geen wijn thuis. Dat komt niet vaak voor, maar ik heb geen wijn thuis. Dus we gaan het doen met water. En ja. Ik zit gewoon in mijn huiskleren. We gaan gewoon lekker gauw een video maken. But guys, honestly, dankjewel voor alle subscribers. Dankjewel dat jullie me zoveel love showen. Dankjewel voor mijn subscribers. Dankjewel voor de likes. Dankjewel voor de comments. Moet ik jullie wat zeggen? De comments doen me echt goed. Wanneer ik een melding krijg of wanneer ik ga kijken en ik zie dat ik een comment heb, lach ik altijd. Dan denk ik, yes. Thank you. En ga ik reageren. Ik probeer ook echt op alle comments te reageren. Dus dank jullie wel. Ik ben enorm blij. Thank you, thank you, thank you, thank you a lot. Ik ben zo blij met jullie. En ja, vanaf het jaar is begonnen ben ik zo wat meer gaan proberen om consistent te zijn. Ik had een maandje rust. I needed it. En ja, nadien ben ik gewoon weer begonnen, mee weer, en dan zijn we in juni. Dus ik dacht, sinds we in januari onze laatste sit-down hadden en gebabbeld hebben, like we had a chat. sorry. Is het goed dat we juni dan ook gewoon weer zo beginnen. En eerlijk wil ik het vandaag editen en vandaag online zetten, gewoon omdat we juni dan beginnen met de sit-down video. En yes, that's it. En ik wil graag weten welke Q&A willen jullie. Want vandaag doe ik geen Q&A, maar ik doe wel een storytime. En zoals jullie onderaan kunnen lezen, gaat het hierover. Since you're in my business. Excuse me, ma'am. Excuse me. You're in my business? Yeah, don't do that. Anywho. Maar omdat ik ook ervoor heb gekozen om jullie toe te laten in mijn business tot een bepaalde mate, I'm a spill the tea. Pak je cup. Dus we gaan het hierover hebben van, guys, bij deze, het had een storytime vibe. Wel, iemand vroeg, date je? Welke definitie geven jullie aan daten? Als ik één keer, just let me know in the comments. Als ik één keer met je op een date ben gegaan, hebben we gedate. Er was geen follow-up. Heb ik gediend of ben ik gewoon met je uitgegaan? Hoeveel keren moet je zijn gaan daten voordat je zegt ik deed die persoon of ik heb die persoon gediend? Snap je? Ik ga jullie vertellen hoe het is om te daten in Griekenland als een doorkomen. Woman of color. En being plus size. En tall, want ik ben lang, ik ben plus, ik ben curvy en ik ben zwaar. Dat is mijn ervaring, guys. Quick disclaimer, is mijn ervaring.
Ga niet denken dat iedereen diezelfde ervaring heeft. En ga niet denken dat omdat je ook een andere donkere vrouw ziet, dat het zo is geweest voor hun. Dit is mijn ervaring. En het zijn letterlijk, ik ga jullie drie vertellen, of ik hoop drie te vertellen. Alleen wil ik niet dat het te lang is, want ik ga het inkorten. Ik wil niet dat het te lang wordt, maar ik wil wel dat het spannend is. Dus ja, waar was ik gebleven? Het is niet voor iedereen hetzelfde. Maar dit is wel mijn ervaring. En je hebt het van mij gehoord. Dus die is naam Midori. Oké. Ja, hier is het. De eerste keer toen ik op een date ben geweest. Laat me meteen zeggen. Het is, ik heb deze persoon één keer gedate. Like, we zijn op één date gegaan. Ik ga zoveel mogelijk proberen om in details te gaan. Waar we zijn gegaan, wanneer het was. Dus de timeline toen ik hier was. Hoe zag die persoon eruit? Alleen ga ik geen namen noemen. We gaan ze wel een naam geven. Do you get it? Ik ga niet zeggen bijvoorbeeld. Hij heet Orfa, maar ik ga zeggen de YouTuber. Get it? Dan weten jullie wat voor context ik ga gebruiken. Deze man was een politieagent. Dus we gaan hem noemen als Scootman. Dus, hoe heb ik Scootman gezien? Ik woonde toen in Piraeus, plek A. Maar ik moest gaan werken in een different area. En elke keer als ik op het station was, zag ik hem. Okay. En we keken elkaar wel aan. One thing about me, I'm aware of my surroundings. Ik keek heel lang, heel hard en heel goed naar mensen om me heen. Het was een oudere heer. Ik ben vergeten hoe oud hij was hoor. Bespaar me. Want het was ongeveer toen ik een maandje hier was. I guess een maandje. Iets langer dan een maand. Vanaf toen zag ik hem aan. Ik zag hem steeds op station. Hij werkte dus op station. Hij was een politieagent die op station bleef. En het was het station in Piraeus. Dus, elke keer als we zagen. En ik lag altijd met mensen die ik zie overstaan. Ik had het in stuur en ik heb het hier nog steeds. Als je smurk, ga ik lachen. Al lach je niet, maar je geeft me veel dat je wil lachen, ga ik lachen. Of ga ik smurken, smilen, knikken, anything. Maar in ieder geval, ik heb je gezien. Dus we lachten vaak met elkaar. En een van die dagen kwam ik van het werk. En ik werkte toen tot 5 uur. Een van die dagen kwam ik van het werk. En hij vroeg me, hi, hoe gaat het? Ik zei, hi, goed. Maar ik bleef doorlopen. Ik ben niet gebleven. Want als je, Piraeus is ook eetstation. En eetstation is meestal erg druk. En ik schaamde me breed. Ik ben doorgelopen. Ik ben niet gestopt. Ik zag hem na een paar dagen weer en ik kwam toen van het werk met 2 andere collega's. Maar we kenden elkaar ook niet zo goed, want ik werkte ook pas een maandje of zo. En we babbelden, het waren wel 2 Nederlandstalige collega's, maar zij waren uit Nederland. En we babbelden en zij hadden dus gezien hoe hij naar me keek. En ze maakten er een grapje van, hey, hey, kijk naar je, En we gingen na het werk nog iets eten. En ze zeiden van, we hebben gezien hoe hij naar je keek. Dus we aten en we lachten. En ik zei, ik heb vaker gezien dat hij naar me keek. Dus die oudere man zei, hij is 60 plus, zei, moet je met hem op een date gaan? Ga even eruit met hem, bla bla bla. Is ook tijd dat je je leert kennen en dat hij plekken brengt en zo. Ik zei, goed idee. En hij probeerde een dagje na het werk met me te praten. En hij vroeg, ben je alleen? Ja, hij vroeg, ben je alleen? En mijn collega zei dus, nee, ze is niet alleen, ze is met mij. En hij backed off. En we hebben zo leuk gelachen. We hebben een grapje gemaakt. Maar hij zei hem daarna niet hoor, ze is alleen. Maar hij heeft me daarna niet meer aangesproken of niet meer gegroet. En ik lachte dus elke keer erom. En we hebben echt hard gelachen erom. En we hebben dagen nog erom gelachen. Dus toen heeft hij me niet meer gestopt op station. Eén station waar ik dus
woonde. En ik ging een avond wandelen, want ik hou van wandelen, ik ga graag op straat. Dus ik ging een avond wandelen, ik weet niet meer waar ik naartoe ging, maar meestal had ik ook geen bestemming. Ik pakte gewoon de bus of de metro of de tram en ik ga ergens naartoe en zitten en kijken, de plek verkennen. Dus en ik zag hem daar en ik dacht, huh, wat doet deze man hier? En hij zei, en ik zou oorspronkelijk niet eens daar uitstappen. En hij zei, wat doe je hier? Ik zei, wat doe je hier? Hij zei, ik werk. Logisch. Dus ik zei, oké. Hij zei, waar ga je? Ik zei, ga even eruit. En toen vroeg hij, mag ik je nummer? En ik gaf hem mijn nummer en hij zei, kunnen we uit? Ik zei, ja, oké, cool, laten we het doen. Ja, we hebben gewoon gesproken. Ik woonde toen ook nog in het hotel. Dus we maakten afspraakje. En ik was pas overgezet naar een ander hotel. Dus ik was in twee hotels hier. Dus ik zei hem, oké. Maar het hotel waar ik was, was super donker, super eng. Echt. Dus ik zei hem, oké. En de straat ook. Ik zei hem, oké. Meet me here. Hier ben ik en zo. Hij zegt, oké, ik haal je met de auto en dan gaan we iets leuks doen. Nice. Hij is me komen ophalen. Fast forward, hij is me komen ophalen. We hadden die date. Guys, zeg me waarom deze man alles van me wist alleen door mijn telefoonnummer te hebben. Want mind you, heeft me dagen nadien gevolgd op Facebook of me een Facebook verzoek gestuurd. Die man wist hoeveel siblings ik had. Die man kende mijn ouders of hij wist wie mijn ouders waren. Hij wist uit welk land ik kwam. Hij wist dat ik een YouTube kanaal had. Hij wist hoeveel video's ik op YouTube had. Hij wist dat ik eerder eerst een ander kanaal had. Die man wist gewoon te veel en het was echt eng. En weet je waarom ik het eng vond? Als iemand je vraagt bijvoorbeeld, oké, en met wie woon je? Hij wist me te vertellen. Je woont met je moeder en je vader. Oh, en je hebt een broertje en een zusje toch? En je hebt twee andere siblings. Ik dacht, wat? Oh, je hebt ook een YouTube kanaal. En toen denk ik dat ik 29 video's of zo had. Ik weet niet meer, maar ik kan het getal nog horen. Want hij zei... Hij was echt creepy. En ik zei, je komt uit Suriname, bla bla bla. Ik zei, ja. En niet veel mensen kennen Suriname hier. Dus ik zei, ja, ken je Suriname? En hij zei, nee. Weet je dat ik uit Suriname kom? Dus hij zei, ja. En je praat Duits, bla bla bla. Ik heb hem dus vragen gesteld. Maar wat het nog enger maakte voor me... Hij gaf geen antwoord over zichzelf. Als ik bijvoorbeeld vraag, hoe heet je? Dan zegt hij, ze roepen me Skoto, maar ik heet Rediman. Oké. Hoe oud ben je? De meeste mensen denken dat ik 42 ben, maar ik ben 48. Wat? Bruh. Oké. Dus de hele avond ging zo. En op een of andere manier voelde ik me raar. Ik kreeg een raar gevoel. En ik zei hem, kom laten we terug gaan naar de parking van het hotel. Dus we reden daar terug naartoe. En we zaten. En toen, guys, hij vroeg, doe je aan een gevechtsport? That's suspicious. Yes, what? Zulke rare vragen, die man was echt. En ik zei ja. Omdat ik niet weet wat hij bedoelde met die vragen, zei ik like, ja. Voor me. Ik zei ja. Hij zei, oh, die avond toen ik je zag, je sportte. Ik zei ja. Maar ik ging niet sporten die avond. Maar ik zei hoe ja. Hij zei, hoe lang doe je het al? Okay. Dus je bent niet bang voor gevaar. Ik zei nee. Hij zei, oh, dus je zou jezelf kunnen redden in een groep van drie mannen en zo. Ik dacht, wait, what? Huh?
Waar gaat dit naartoe? En ik zei, ja, ik hang de sterke vrouw uit. Of ik hing de sterke vrouw uit. Ik was like, wat je niet kan doen hier? Met je krooi. Dus hij stelde alleen zulke rare vragen. Heb je ooit gevochten in je leven? Ik zeg ja. Oké. Dus zou je met mij kunnen vechten? Ik zeg ja. Oké. En hij voelde mijn arm toen. En hij zei, je leek niet zo sterk. En ik lachte. Dus het was echt raar. En toen vroeg ik hem van waar ben je eigenlijk? En hij zei van hier. Hij zei, oh, hier geboren, altijd hier gewoon. Ja, heb je gereisd? Ja, toen ik jonger was, woonde hij in Amerika. Of UK, maar hij is niet lang gebleven. Ik zei, oké, nog plannen om te reizen? Because that's something for me, ik hou van reizen. En ook al is het niet uit het land, maar ze heeft heel veel dingetjes om te doen hier. En hij zei, nee, ik reis niet. Toen zei ik van, oké, is goed. Ik heb ook niet gevraagd waarom. Me not thinking, dacht ik, oké. En hij zei toen, wil jij dan, hou jij van reizen? Ik zeg ja. Hij zei, dus je wilt zeker terug naar huis? Ik zeg, ja, natuurlijk. Zei hij, oké, om te wonen? Ik zeg, nee, niet om te wonen, maar ik ga sowieso weer op vakantie, want mijn land is the place to be. En hij zei, ja, ik heb leuke dingen gezien daar. Ik zeg, oké, ben jij al geweest naar Suriname? Hij zei, nee. Ik zei, wil je ooit naar Suriname? En guys, je raadt niet wat die man heeft gezegd. Deze man keek dood naar me en zei, ik kan niet reizen. Wait, what? Wie kan niet reizen? Ik zei, wat? Ja, ik kan niet reizen. Ik zei, waarom? Ga je dingetjes in orde maken? Hij zegt, nee, dit kan ik niet in orde maken. Ik zei, je kan niet reizen, maar je hebt alles in orde, je hebt je paspoort, je hebt alles. Mijn mind gaat niet zo ver als wat die man bedoelt. Dus hij zei, ik mag niet naar het buitenland. Ik heb ooit eens iets gedaan in mijn leven. Huh? Wait a minute. Who are you? Wie is je? Is je Marinus? Is je Daisy? Is je Ronnie? Because who is you? En ik zei, wat heb je gedaan? Ik kan niet in details gaan. Bruh, sorry? Ik dacht toen, ik werd warm, ik werd koud. Ik kreeg alle kleuren. Ik dacht, wat heeft deze man gezegd? En ik zei, waren er andere mensen erbij betrokken? Hij zei ja. As a matter of fact, hoe we hier praten, het was een woensdag, ik kan me heel goed herinneren, vrijdag verscheen ik voor de rechter. Wat? En hij zei, ja, en het is de laatste keer. Broer, even serieus. En ik vroeg, maar waar gaat het om? Zeg maar gewoon, like, globaal. Hij zei, ja, heeft iets gedaan. En ik zei, en waarom ben je politieagent dan? En hij zei, alles kan in Greece, alles kan hier. Oké. Okay. Nice. Dus hij, ben je gevaarlijk? Like, kan er iemand? Dus hij, nee. En die man beefde. En ik dacht, like, sinds ik heb gezegd dat ik niet fit is,
Laat me je niet wezen dat ik beef, because brother. En toen onze date, of ja, onze talking helemaal de andere kant op. Mind you, we hadden eten gekocht, drank gekocht. Ik ging ermee terug in de auto, dus toen we in het park zaten, want ik zat nog steeds in zijn auto. Mijn eten, mijn drank, alles was precies zo. Ik ga niet eten, ben gek. Dus toen zei hij van, maar je hoeft niet bang te zijn. Toen vroeg ik hem hoe we hier zitten. Like, want hij gaf toen echt gevaar vibes. Like, we zijn in gevaar. Dus ik vroeg hoe we hier zitten. Is het safe? Toen zei hij ja, maar ook al is het niet safe. Ik ben toch hier. So now you is Jesus. Dus ik zei oké, guys, de video wordt lang. Ik zei oké, dat is cool, dankjewel. Guys, wijs me zakken aan mijn voeten uit aan Waggy. Mijn groeting. Ik zeg laat me weten wanneer je thuis bent. We praten nog. Ik zette mijn voeten in het hotel. Ik keek om, want ik dacht deze man moet alvast niet weten in welke kamer ik zit. Ik keek om. Ik nam die lift. Ik ging naar boven. Ik was op vloer. Zeg je voor, ik was op vloer 3. Ging ik naar vloer 5. En ik nam die trap dan terug naar vloer 3 om in mijn kamer te gaan. Alvast ga je niet weten op welke vloer ik ben gestopt als je achter me komt. Toen ik in het hotel was, in de lift, heb ik hem geblokkeerd. Overal, ik heb hem op alle socials weggehaald. Ik heb hem geblokkeerd op, ze gebruiken hier geen WhatsApp, maar Viber. Ik heb hem geblokkeerd op Viber en ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Ben je gek? Ik was niet, wat gebeurt met deze man? Dat was mijn eerste date-ervaring hier. En het is al lang, want we hebben al heel lang gesproken. De tweede, ik denk dat ik jullie dan 2 ga geven. Laat me weten als je meer wil weten. Ik heb ook hele leuke ervaringen gehad. Maar voor deze ga ik het laten bij deze 2 ervaringen. De video is lang genoeg. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En een beetje insights hebt. Van hoe mijn dating hier was. Als jullie nog vragen hebben. Laat me weten. Als jullie vaker storytimes willen horen. Laat me weten. En guys, vandaag heb ik precies een week lang God gedankt voor alles. Of ja, elke dag 1 ding waarvoor ik hem dank. Yes, ik heb dus een hele week God gedankt. En waarvoor ik hem vandaag heb gedankt, guys, je raadt het niet. Ik dankte hem voor mijn platform. Ik dankte hem voor jullie. Ik ben zo dankbaar dat ik jullie in mijn leven heb. Zoals ik aan het begin al zei. Jullie comments. Jullie leuke berichten op mijn social media, op Facebook, op Instagram. Guys, ik probeer mijn Instagram te boosten. Dus ik post elke dag een foto voor 45 dagen lang. Omdat ik de counter doe naar mijn jaardag. Raad wat ik doe voor mijn jaardag. Jullie mogen raden, ik ga jullie nog niet zeggen. Dus ja, ik heb God gewoon voor jullie gedankt. Ik ben blij dat ik jullie heb. Ik voel me safe hier. Hier is mijn safe space om met jullie te praten en jullie te vertellen. Ja, dat was waar ik dankbaar was voor vandaag. Waar ik dankbaar voor was vandaag. Ik ben enorm blij. En dit is een beetje van die bizarre dates wat ik heb gehad. Nu weten jullie het. Laat me weten welke Q&A jullie graag willen. En welke storytimes jullie nog meer willen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat je ja, een beetje meer hebt gehoord. Dit waren 2 van mijn ervaringen. 2 van mijn bizarre ervaringen. Waarvan ik dacht, what is she doing here? Maar tegelijkertijd heb ik ook hele leuke gehad. Ook hele toxieke. Ik zou jullie die derde zo'n toxic one zien. Waarvan je zou denken, wat is met je toxieke? Maar dit is het voor nu. Ik kom sowieso weer erop.
En ik hoop dat ik ooit eens een live storytime kan doen over mijn dating experience hier. Dus terwijl ik die persoon aan het daten ben of heb ontmoet, dat ik dan een video maak en jullie erover vertel. Maar dat was het voor vandaag. Anders wordt de video te lang. Guys, bedankt dat je hebt gekeken. I love you. Ik ben dankbaar dat ik je heb op mijn platform in live. It means. Het betekent, ik wou zeggen, it means, guys. Maar ja, het betekent heel veel voor me. Je bent van waarde op dit platform. Dank je aan alle nieuwe abonnees. Jullie zijn geweldig. Dank je voor ieder die steeds comment. Ik zie jullie. Ik waardeer jullie. Dank je voor alle likes. Guys, dank je voor alle shares. Ik zie ook dat jullie mijn video's delen. Dank je voor alle shares. Het doet me goed. I love you. Stay safe. Don't forget om ook hier om ook op deze video te commenten, te liken, het ook te sharen. En vergeet niet om te abonneren als je nog geen abonnee bent. See you in the next video. Mwah.